een heel zonnig Venlo. Maar voor VVV het seizoen gaat worden afgesloten. Voor Vitesse niet. Zij komen op bezoek. Maar zij gaan nog de play-offs om Europees voetbal spelen. En mogen dus nog niet met vakantie. Seizoen van VVV hartstikke geslaagd. Ze staan 12e en zouden zelfs nog kunnen stijgen naar plek 10. Dat zou de hoogste eindklassering in de laatste 30 jaar zijn. Eén keer eerder werden ze 12e in die periode in 2010. Vitesse is de nummer 5. Wil die 5e plek ook houden voor de eer. Maar ook voor de 7,5 ton die daarmee gemoeid is. Dekker. Met wat geluk. Via Joost uiteindelijk weer Dekker. En de voorzet eindigt in de handen van Pasveer. Die de laatste weken de voorkeur krijgt boven Eduardo. Die gaat terugkeren bij Chelsea, de Portugees. Er zijn wel meer spelers bij Vitesse. Terug gaan keren naar de werkgever met wie ze onder contract staan. Clark Salter, Heudegaard, Douda. Als Buiting achter deze bal aangaat en die niet helemaal lekker wordt ingeschat. En Buiting de bal binnenschiet, maar Lindhout hem al heeft teruggefloten. De vraag is, doet Buiting daar nou zoveel verkeerd? Dat valt wel mee. Linsen. Karavaev. En Linsen. En geklungel een beetje achterin. Maar Oenerstal biedt een helpende hand. Was niet heel overtuigend ingegrepen door Van Brugge daar. Maar Reuzeler was het. Heudegaard, schitterend. Kan hij nog bij de bal? Nee, want daar is Jeroen Grot. Die bal is wel een beetje kort voor Oenerstal. Die uiteindelijk de bal heeft. In de problemen gebracht door zijn eigen aanvaller. Die heel nuttig mee verdedigt. Maar dan wel een ziekenhuisbal geeft. Zo'n ziekenhuisbal zelfs, dat er 2 gewonden bij vallen. Het begint met die mooie beweging van Heudegaard. De rugdekking dan van Grot. Deze is echt aan de korte kant. Hij probeert Buiting het bij Oenerstal. En zijn het die twee ook niet even blijven liggen. En dus maakt Delano van Crooy zich klaar voor een invalbeurt. En is dit een heel zuur afscheid voor Lars Oenerstal. Natuurlijk krijgt hij van iedereen applaus. Maar had dit zich ongetwijfeld anders voorgesteld. Dan moeten ze er nu maar een mooi moment van maken. En dat doen ze ook hier in de koel. Een van de beste van VVV dit seizoen. Kiept alles dit seizoen op 1 wedstrijd na. Die door een blessure moest missen. En nu gaat het 70 minuten voor het einde van het seizoen nog mis voor Oenerstal. Serrero. En Karavaev. Heudegaard. Dat is een handig balletje en daar is gelijk de treffer van Vitesse. Met dank aan dat handige balletje van Heudegaard. Karavaev, die daar slim doorloopt, niet goed in de gaten wordt gehouden door de verdediging van VVV. Assist nummer 10 voor Martin Heudegaard. En simpel afgemaakt door Karavaev. Volgens mij nog geen bal in of tegen zijn handen gehad. Delano van Crooy. Linsen. Net te hard voor Heudegaard en ook te hard voor Van Crooy.
die terugspeelbal. Had dat helemaal wat geweest als hij ook nog door zijn eigen speler direct gepasseerd zou worden. Dekker. Joosten. Dekker doorgelopen. Joosten kiest voor de route buitenom. Kapt Clark uit. Susic. Net te hard voor Grot. Dat is eigenlijk het eerste momentje van VVV in deze wedstrijd. Buettner. Buiting stond buitenspel. Post levert in bij Buettner. Die heeft wat ruimte. Slingert hem in één keer voor het doel. Dan via het hoofd nog die bal bij Linssen. En die hobbelt maar net naast het doel. Daar werd die voorzet van Buettner door een VVV-verdediger nog bijna tot assist gepromoveerd. Reuzeler is het die hem van richting verandert. Zo voor de voeten van de glijdende Linssen. Die hier zijn oude club pijn had kunnen doen. Voor staat helemaal vrij daar op het middenveld. Krijgt nu ook de bal en heeft dan dus de tijd om iets te bedenken. Ødegaard nu. Vitesse heeft er steeds eentje over. Ødegaard 2-0. Schitterende droge knal van de Noor. En het begint allemaal bij het weggeven van veel te veel ruimte op het middenveld door VVV. Eerst voor met de vrijheid. En dan uiteindelijk ook Ødegaard die nog een tegenstander uitkapt. En hem fraai in de korte hoek schiet. Had al een assist te pakken. En nu doelpunt nummer 8 van het seizoen. Maar weer eens een visitekaartje van Martin Ødegaard. Jansen. Overname Clark. Die gaat maar eens schieten. En doet dat niet eens onaardig. Metertje naast het doel. Matas blijft er vanaf. En dan uiteindelijk Linssen met de poging. En een doeltrap voor VVV. Dat leidt tot heel veel verbazing bij Brian Linssen. Matas laat zich even zakken. Van de Werf. Buettner laat lopen. Voor. Matas. En het blok van Post. Ødegaard meegeven aan Karavajev. En bijna een eigen doelpunt van Reuzeler. Als Danny Post zijn ploeg nog maar eens op probeert te peppen. Maar het lijkt allemaal een beetje te vergeefs bij VVV. Dat er, die indrukwekkers in ieder geval, niet zo heel veel zin meer in heeft. Mlapa. Linssen. Opgepikt door Voor. Mlapa gelooft daar nog wel in. En dan is het ineens 2 tegen 1. Met Van Ooyen en Joosten voor het doel. En Van Ooyen gaat voor eigen succes. En wipt de bal naast het doel. Dit is de eerste echte kans van VVV. Goed werk van Mlapa. Dan de vrije doortocht. Maar ja, Joosten stond daar ook misschien net niet helemaal lekker. Niet helemaal vrij, omdat Serrero goed tussen de bal en zijn tegenstander in blijft. Susic trapt. Daar Mlapa. En de bal nog op doel gekopt. En niet onverdienstelijk. Door de aanvoerder. Danny Post. Dat was nog niet zo makkelijk. Om die bal richting het doel te koppen. Hier is Van Ooyen weg. Na een goede lange bal van achteruit. En daar is de treffer voor VVV. En via deze schitterende bal. In één keer Van Ooyen gevonden. Die blijft heel rustig. Prikt hem langs Pasveer.
maakt zijn tweede van het seizoen. Lindhorst. Mooie beweging van Van Ooyen. Joosten houdt net voldoende in om geen buitenspel te staan. En nu Grot. Die wil tussen vier man van Vitesse door. Met bal. Ook dat nog. Van Ooyen. Joosten. Opoku. Goed de ruimte gevonden door Van Ooyen. En daar Grot. Grot. Ja, iedereen hier voelt ineens dat er nog wat in zit voor VVV. Vitesse heeft iets van de controle terug. Dit is niet zo handig van Van Brugge. Die daarmee de aanval van Vitesse in stand houdt. En dan is het Matas met de kopbal. En een puikenredding van Van Krooi. Lekkere indraaiende voorzet van Berel. Waar Matas tegenaan kan lopen. Serrero met wat vrijheid. Serrero met een handig balletje en daar is de 3-1 van Berel. De Venloze storm werd doorstaan door Vitesse. Moest er wel een tegentreffer incasseren, maar daarna pakt de ploeg de regie weer terug. Lekker balletje van Serrero en keurig binnengeschoten door Matus Berel. Vitesse dus nog niet klaar. Gaat als nummer 5 de play-offs om Europees voetbal in. En zullen daar hetzelfde willen doen als vorig seizoen. Namelijk 2 tegenstanders verslaan over 4 wedstrijden. En dan de voorronde van de Europa League in. Voor hun nog geen vakantie. Matas, Bero en Darvalou in de korte hoek. En de redding nog van Van Krooi. De man die dus noodgedwongen moest invallen. Worden geblesseerd geraakt, Oenerstouw. Het laatste fluitsignaal heeft geklonken voor wat betreft dit seizoen voor VVV. Vitesse wint in Venlo met 3-1 en gaat de play-offs om Europees voetbal in. Met ongetwijfeld een goed gevoel, met een in vorm verkerende Ødegaard. Man die de assist verzorgde op de openingstreffer van Karavaev, er zelf ook eentje maakte. Van Ooyen deed wat terug. In een sterke fase na rust van VVV. Maar Berel als invaller besliste het duel in het voordeel van Vitesse. Dat als 5e gaat eindigen. Maar voor VVV is het seizoen, ondanks deze nederlaag, uitermate geslaagd. Met die 12e plek op de ranglijst. De hoogste eindklassering in de laatste 30 jaar was een keer. Plek 12 in 2010. Dat wordt nu dus geëvenaard door de ploeg van Maurie Stijn. En dat is misschien nog wel voorlopig even het belangrijkste nieuws voor VVV. Dat hij niet naar Zwolle gaat. Maar gewoon voorlopig bij VVV blijft.